Deze column heb ik afgelopen donderdag uitgesproken bij het afscheid van Rob Jaspers bij de Gelderlander. De titel is Inburgeringscursus. In Heumen is het nieuwe college al een tijdje bekend. In Bergendal, Wijchen en Overbetuwe ook. In Nijmegen duurde het allemaal wat langer. Formateur Rick Grashoff verklaarde in de Gelderlander dat het formeren in een grote stad nu eenmaal lastiger is dan in een dorp. Dat klinkt plausibel. Maar het kan ook zomaar zijn dat er tegen hem is gezegd: doe het vooral rustig aan. Wacht nog maar even tot Rob Jaspers weg is bij de Gelderlander. Dat scheelt een lastig interview voor de nieuwe wethouders bij de start van het nieuwe college. Bewijzen kan ik het niet. En gezien alle commotie in de Tweede Kamer over geheime memo's, zal dit wel niet op schrift staan. Maar het kan geen toeval zijn dat het nieuwe college van Nijmegen bijna op hetzelfde moment bekend wordt gemaakt als dat Rob Jaspers officieel afscheid neemt van de Gelderlander. Want toeval bestaat niet. Toch kunnen de nieuwe wethouders niet opgelucht ademhalen. Zoals het er nu naar uitziet, zal Rob ze op 18 mei tijdens het allerlaatste Nieuwscafé interviewen. Ik laat me verrassen of hij de kersverse wethouder Grete Visser dan met haar voornaam aanspreekt of met mevrouw. Dat was altijd wel een dingetje van hem. Jan van der Meer noemde hij stevast Jan, Hannie Kunst altijd mevrouw Kunst. Typisch. Ik had verwacht oud-burgemeester Ed de Hond hier op de eerste rij aan te treffen met een groot glas bier of wijn. Tevreden, achteroverleunend dat het eindelijk zover is. Hij was geen hardcore fan van Rob, om het maar eens eufemistisch te zeggen. Begin 90er jaren schreef hij hoogstpersoonlijk een brief aan de directie van de Gelderlander met de dringende opdracht Rob Jaspers met onmiddellijke ingang te ontslaan vanwege voor de gemeente onwelvoegelijke artikelen. Dat Ed de Hond hiermee de persvrijheid tartte, was erg. Maar nog erger was het feit dat Ed de Hond blijkbaar nog nooit had gehoord van de uitspraak van buutredner Gradus van Nimwegen. Wie ligt er als geen ander? Antwoord: de buurvrouw en de Gelderlander. Dat Rob de kluit via de Gelderlander belazerde, hoort u mij niet zeggen. Hij deed altijd wat een goede journalist moest doen. Observeren, analyseren, voorsorteren, beweren, informeren en reageren. Dat hij in een interview voorafgaand aan een vraag stevast quasi onnozel zei dat hij wat ging plagen en vervolgens een vilijne vraag stelde, hoorde bij zijn journalistieke spel. Maar alles gebaseerd op een enorme feitenkennis. Een deel van zijn hersenen zou feitelijk als chip bewaard moeten blijven voor het collectieve redactiegeheugen bij de Gelderlander. Anders krijgt Gradus van Nimwegen met terugwerkende kracht toch nog gelijk. Geen Ed de Hond op de eerste rij, wel Hubert Bruls. Wat een verschil. Ed de Hond probeerde Rob Jaspers weg te krijgen. Hubert Bruls huldigde hem in een volle vereniging als Nijmegenaar van het jaar 2013. Dat was niet alleen een voorbeeld van gemeentelijk voortschrijdend inzicht, het was ook de ultieme afronding van de Nijmeegse inburgeringscursus van een rasechte, chauvinistische Maastrichtenaar.